Je hebt deze 3D-printer omgebouwd tot een modulaire machine, met een lasermodule en een CNC-module. En in deze video laat ik jullie zien hoe ik dit gemaakt heb en hoe het werkt. Maar eerst, waarom heb ik dit gemaakt? Ik wilde graag een lasercutter hebben, maar niet bepaald 400 euro betalen om te kunnen laseren. Vorig jaar heb ik al eens een Dremel op mijn 3D-printer gezet om te kunnen graveren op plexiglas. En ik dacht van, waarom niet gewoon een modulaire machine van mijn oude 3D-printer maken? Dat klonk als een plan, maar eerst had ik een lasermodel nodig. Want ik wil natuurlijk echt kunnen laseren. Toen ik alles had opgemeten, kon ik in Inventor van start gaan met het tekenen van het modulaire systeem. Toen ik dit had, 3D-print ik al de verschillende modules en onderdelen, zodat ik het in elkaar kon zetten. Het monteren van onderdeel 1 op de X-as van de 3D-printer was niet zo moeilijk, waardoor ik de lasermodule op de 3D-printer kon monteren met deze drie bouten. En dit kan ik namelijk ook met de CNC-module doen. Toen alles juist was aangesloten, opende ik de software om de lasercutter te bedienen. Ik begon alle settings te testen met karton en MDF-hout. Een paar maanden geleden maakte ik deze telefoonhouder. Deze was oorspronkelijk gemaakt met de 3D-printer, maar ik was ervan overtuigd dat dit ook zou kunnen werken met de lasercutter. Ik opende de assembly van de telefoonhouder in Inventor en startte met het model aan te passen. Want het materiaal dat ik gebruik is 1,5 mm dikke multiplex. De gleuven moesten dus 1,5 mm hoog zijn. Ik exporteerde het model als PDF. Daarna opende ik de PDF in Lightburn en kon ik heel makkelijk alle vormen apart selecteren. En dit zijn dan alle settings die ik gebruikt heb. Toen ik zag dat alles er goed uitzag, nam ik mijn veiligheidsbril en zette hem op. Want het blauwe licht van de laser is schadelijk voor uw ogen. Hier zie je dan de timelapse van een telefoonhouder met daarna ook nog het bouwproces. Zoals gewoon kun je alle bestanden gratis downloaden op My Unifactory en Drapkit. En nog bedankt voor het kijken en tot de volgende video.